Ja, ik vind het heel spannend, ja. Ik heb het ook een beetje koud. Samen met burgemeester Laila Driessen gaf Chemiva SVG-cliënt Ricky vrijdag het startschot van NL Doet. Op de Landelijke Vrijwilligersdag werd bij de woongroep in Leiderdorp een rollator- en rolstoelsponsorloop georganiseerd. Van de opbrengst wordt een eigen duofiets aangeschaft. Het is ontzettend belangrijk dat mensen die heel veel binnen moeten zitten, door wat voor reden dan ook, dat die weer naar buiten komen. En dat die weer kunnen genieten van de zon. En ook eens wat anders zien, hè, dan hun kamer en al die lieve verpleegsters. Dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Maar het is ook heel goed om buiten te zijn. Ja, coronatijd heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. Maar ik zag ook weer hier die blijdschap van die mensen. We zijn weer buiten. We gaan weer leuke dingen doen. En ze hebben hier in de Ommendijk iets fantastisch georganiseerd weer. Leuk, gezellig. Ja, het is een beetje gezellig, ja. Wie het ook erg gezellig vond, is toiletjuffrouw Carrie Toos. Onderweg voorzag zij de sporters van een gezonde versnapering. Mensen lopen natuurlijk de rollatortocht. En dat kost heel veel energie. En met zo'n banaan, ja, daar krijg je energie van. En dan ga je nog een rondje voor het goede doel, hè. Ciao, ciao. Chemiva-medewerker Marion Groenewegen organiseerde de bijzondere sponsorloop. Er zijn veel mensen met een rollator, ook in een rolstoel. Maar de meeste eigenlijk met een rollator. En ja, en meestal kunnen zij niet meedoen met wat voor loop dan ook. Dus we dachten, we gaan een heel klein rondje maken. Zodat ze ook, ja, ook trots kunnen zijn op wat zij kunnen doen. En dat blijkt wel echt. Het is ook een genot om als burgemeester te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten hier in Leiderdorp. En we hebben er heel veel.